Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Goeiedag, welkom bij deze korte Sportclub Rijnmond. We hebben Feyenoord en Excelsior gevolgd op de buitenlandse trainingskampen. Daar is deze hele editie mee gevuld en dan maken we snel en natuurlijk graag weer plaats voor de zesdaagse. Maar eerst Feyenoord, dat is met horten en stoten aangekomen in Zuid-Spanje. Hoorde je net ook in het nieuws. Ronald Koeman en zijn selectie hebben inmiddels getraind. En werken toe naar de oefenwedstrijd van aanstaande zaterdag tegen FC Basel. Natuurlijk live te volgen via Radio Rijnmond vanaf 4 uur. En in een uitgebreide samenvatting op televisie vanaf 8:30 zaterdagavond dus. Maar afgelopen zaterdag werd er ook al vriendschappelijk gespeeld. Toen nog in Nederland met onder meer 500 ernstig zieke kinderen op de tribune speelde Feyenoord een benefietduel tegen topklasser IJsselmeervogels. Een straffe wind aan de boorden van het IJsselmeer. Desondanks is het dorp Spakenburg uitgelopen voor IJsselmeervogels tegen Feyenoord. 5000 toeschouwers op sportpark De Westmaat. En een belangrijke rol voor Willem van Hanegem. Eerder op de dag floot hij een wedstrijd tussen G-voetballers en hij verrichtte de aftrap van IJsselmeervogels tegen Feyenoord. De Rotterdammers beginnen met Lamproe in de goal. Verder Leerdam, Vlaar, Martens Indy, Van Huigenvoort, Mococcio, Bakal, Trindade de Vilenia, Cabral, Guidetti en Manu. En die elf die de voorkeur krijgen van trainer Ronald Koeman laten zich in de beginfase verrassen door IJsselmeervogels, de nummer 6 van de topklasse. Arnoud van Toor en de 1-0 na 6 minuten spelen. Kostas Lamproe baalt, zichtbaar en gelijk heeft hij. Dan Feyenoord. Met een aanval door het midden. Elvis Manu, daar komt de gelijkmaker. Nee, Martijn van Strien. De keeper van IJsselmeervogels zit er goed bij. Het blijft 1-0. Dan weer de Rotterdammers. De aanval vaak over links gezocht. Paniekerig verdedigen bij IJsselmeervogels. Manu zet door. En lijkt daarvoor beloond te gaan worden. Jawel, de 1-1. We hebben er tot 10 minuten voor de pauze op moeten wachten. Maar de eerste goal van de Rotterdammers is een feit en wordt gemaakt door A-junior Elvis Manu. Hij zet goed door. Gebruikt goed zijn lichaam. En beide ploegen dus weer in evenwicht. En dan gaat Feyenoord wat beter voetballen. Het begon zwak aan het duel. Weer een kans voor de Rotterdammers. Manu de 16 in. Hij is en blijft de gevaarlijkste aanvaller in de eerste helft van de wedstrijd. Houdt een hoekschop over aan deze actie. Cabral, trap van de zijkant. Daar is Bruno Martens Indy. En hij zet Feyenoord op voorsprong. 3 minuten voor de pauze. Goede hoekschop en goede kopbal van de jonge centrale verdediger van Strien kansloos. Bruno Martens Indy, hij scoort niet vaak, maar dit is een lekkere. Ook al is het maar een oefenduel. Weer een Rotterdamse aanval, Jason Cabral. Gaat over de knie. En dan kan scheidsrechter Roelof Luinge weinig anders doen dan een vrije trap geven. Guidetti met de aanloop, Guidetti met het schot. En het is 1-3. Heerlijke vrije trap van de Zweed. Die het zo goed doet bij Feyenoord, de huurling van Manchester City. Hij bepaalt de ruststand op 1-3. Maar Ronald Koeman allerminst tevreden de catacombe in de tweede helft. Veel wissels, onder andere deze Stefan de Vrij is binnen de lijnen gekomen. Feyenoord verdedigt niet goed uit. En biedt IJsselmeervogels de mogelijkheid tot aanvallen. Voorzet vanaf rechts. Zomaar tussen vele verdedigers van Feyenoord kan er uitgehaald worden, maar de bal gaat er niet in. Dan weer een wissel bij Feyenoord. Koeman zou in totaal 12 spelers naar de kant halen. Maar dit is een bijzondere. Leerdam eruit, maar Zwets erin. Gilles Zwets, de Belg, na lang blessureleed weer inzetbaar. En gelijk een goede paas op een andere invaller. Anas Atjebar, voorbij keeper Arman van de Top, maar net geen doelpunt. Helaas, de jonge aanvaller wil zo graag, maar is hier ongelukkig. Het blijft dus 1-3. IJsselmeervogels. De Vrij zit er goed tussen. Maar de Vrij blesseert zich aan zijn enkel.
En Roelof Luijnger onderkent de ernst van de situatie. Vraagt om verzorging. Clubarts Kasper van Eyck constateert dat verder spelen voor de Vrij zinloos is. Opnieuw een enkel blessure voor hem. Daardoor mist hij het trainingskamp in Zuid-Spanje. En zal hij in de Kuip alleen aan zijn herstel moeten werken. Heerlijke bal van Klaas op zijn maatje. Ricky van Haren is voorbij van de top. Maar kan dan niet scoren omdat hij wordt gevloerd. 100% strafschop. Vindt ook Luijnger. Opnieuw een matige helft, net als de eerste, ook de tweede. Maar wel een doelpunt voor Guillaume Fernandes. Feyenoord komt op 4-1 voor. 2 minuten voor tijd. De laatste aanval dan, in de blessuretijd. De laatste aanval van IJsselmeervogels. De topklasse wil nog wat. Ook al is de achterstand onoverbrugbaar. Vrije trap. Schaken verdedigt mee. Maar iedereen weet het, als aanvallers gaan mee verdedigen, dan gaat het fout. Dus ook een strafschop voor IJsselmeervogels. De trap van Tim Peters, Ronald Graafland kan er niet bij. IJsselmeervogels tegen Feyenoord wordt 2-4. En Ronald Koeman is niet blij met het vertoonde spel. Je komt achter, maar dat ligt aan het feit hoe je een wedstrijd begint. En daar hadden we moeite mee. En daar hebben we eigenlijk gedurende de hele wedstrijd toch wel moeite mee gehad. En ik denk dat dit het meest ideale scenario is voor een trainer. Je wint een wedstrijd, maar met heel veel momenten waarin je zegt van dat moet beter. En daar hebben we met name de week Spanje voor nodig. Ja, en conclusies trek je helemaal nog niet, denk ik. Nee, conclusies absoluut niet, want we hebben met 2 elftallen gespeeld en zo hebben we ook eigenlijk een beetje de afgelopen dagen getraind als we een partijspel deden. En het is duidelijk dat we in Spanje gerichter weer naar het elftal toe werken en dan met name de wedstrijd Basel daar ook voor gebruiken. Van Feyenoord gaan we naar Excelsior. Dat is alweer terug uit Turkije. De ploeg verbleef tot gisteren in Lara, waar veel werd getraind. En 1 oefenduel op het programma stond tegen de koploper van de Belgische tweede klasse, Eupen. Wie denkt dat Excelsior lekker van het zonnetje heeft genoten in Turkije, heeft het mis. De beelden spreken voor zich. Hollandse buien tijdens de laatste dagen van de trip. En het oefenduel tegen Eupen moest zelfs even worden stilgelegd. Maar ook binnen stroomde het water, langs de muren. De sfeer was er niet minder om. Uiteindelijk wordt er toch weer gevoetbald en is het Rangelo Djanga die een goede eerste helft van Excelsior bekroont met een doelpunt. De huurling van Willem II lijkt zijn draai snel gevonden te hebben in Kralingen. Blijdschap bij de mannen van John Lammers, want zo vaak staan ze niet voor. De tweede helft, een heel ander verhaal. Slecht uitverdedigen van Excelsior. En namens Eupen is dit Enes Saglik. Een Belgische Turk of een Turkse Belg, het maakt niet uit. Hij schiet hem heerlijk binnen met links. Excelsior Eupen, zo weer 1-1. Weer een aanval van de koploper uit de tweede klasse. Een speler uit de Dominicaanse Republiek, ene José Espinal. Hij is het die de bal als laatste raakt. En de Kraling is achter in Turkije. Slecht verdedigen van Edwin de Graaf. Christian Santos. Dat is er een uit Venezuela. Ook hij van grote afstand raak. Wesley de Ruiter ziet er niet goed uit. En trainer Wolfgang Frank van Eupen, ja, die is best tevreden. En de spreekwoordelijke gifbeker is nog niet helemaal leeg voor Excelsior. Want dit is Enes Saglik weer. Hij schoot er al 1 fraai binnen met links. En hij doet het opnieuw. Bepaalt daarmee de eindstand. Bij Excelsior tegen Eupen op 1-4. De Kralingen sluiten het tripje naar Turkije slecht af. En met dit trieste verhaal eindigt deze Sportclub Rijnmond. Maar blijf vooral zitten, want we gaan direct verder met Zuurplas. Ons dagelijkse programma over de 30ste wielerzesdaagse van Rotterdam. Geniet ervan en wat ons betreft graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Corendon.